We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen zal het droog en zonnig zijn. Gedurende de middag en vooravond zullen in delen van het kustgebied en binnenland enkele lichte tot lokaal matige buien optreden, mogelijk vergezeld van onweer. De MDS heeft voor morgen geen waarschuwingen uitgebracht.